Afgelopen zaterdagmiddag werd in Ommel een demonstratie georganiseerd door actiecomité Behoud Basisschool Sint-Pieter. Deze demonstratie was een protestactie tegen Stichting ProDAS, die vooralsnog geen medewerking verleent aan het beschikbaar stellen van de onderwijsruimte. De Ommelse gemeenschap heeft gekozen voor een samenwerking met Stichting Plato. De demonstranten verzamelden zich om 1 uur 's middags op het schoolplein van de Sint-Pieter. Vanuit daar liepen ze in een goed begeleide rustige optocht van de school naar het ProDAS-gebouw in Asten. Veel succes en laten we hopen dat we met 1 ding terugkomen. De sleutel van de Sint-Pieter. En voor degenen die nog niet getekend heeft, bij Ramon hier kunt u nog uw handtekening plaatsen voor de petitie Behoud School Ommel. Veel plezier! Arie Liebrechts, lid van comité Behoud de School, en Toon van de Heuvel, lid van Behoud de School. Iedereen is opgeroepen om vandaag mee te lopen voor de demonstratie. Wat Behoud de School, waarom een demonstratie? Ja, omdat de hele Ommelse gemeenschap gewoon vindt dat die school hier moet blijven. En ProDAS heeft in november aangekondigd dat die school moet sluiten. Nou, via een ouderinitiatief is een andere in beeld gekomen, een andere scholengemeenschap, Plateau. En de ouders gaan vol voor die optie, alleen daarvoor hebben we wel een gebouw nodig. En dat is de insteek van vandaag, om dat gebouw te krijgen. Nou, een demonstratie en er zijn heel veel mensen betrokken, niet alleen ouders, van waar die betrokkenheid hier aan Ommel? Ja, het is een dorp en het is een heel hechte gemeenschap in het dorp. En het hele dorp, iedereen die hier woont, die weet als geen ander van dat er een school is de basis en het hart van het dorp. Dus die moet er een zijn en iedereen beseft dat heel duidelijk. Dus de betrokkenheid is enorm groot. Nou, wordt er niet zo vaak gekozen voor een demonstratie. Waarom nu wel? Nou, we willen extra kracht bijzetten. Kracht richting het schoolbestuur, ProDAS. En daar gaan we ook naartoe. Dus we gaan naar Asten, naar het kantoor ProDAS. En daar moeten we in principe zijn. Want hun hebben de sleutel. Hè? Niet alleen tussen aanhalingstekens de sleutel, maar de echte sleutel ook voor dit gebouw. En we krijgen eigenlijk dit sleutel op dit moment. Hebben we hem nog niet. Dus we hebben er misschien wel zicht op. We hopen het allemaal wel. Maar we hebben hem feit helemaal niet. Dus we gaan er naartoe om kracht bij te zetten met z'n allen. U bent de ouder van een van de kinderen die hier op school zitten? Van 2 van de kinderen. Ja. En we hopen dat ze hier op school mogen blijven. En waarom loopt u nu mee? Om te zorgen dat onze kindjes hier in het gebouw mogen blijven. Want dat vind ik wel heel erg belangrijk. Waarom is het zo belangrijk dat die school hier blijft in Ommel? Omdat hier ze vriendinnetjes en vriendjes hebben zitten. En ik vind voor Ommel zelf vind ik het ook zeer belangrijk dat alles gewoon door kan blijven gaan. Ruim 1100 handtekeningen, waarbij ook eerlijk is eerlijk een aantal dubbeltellingen zitten. Maar ook als je er die uithaalt, dan is duidelijk dat de hele Ommelse gemeenschap achter deze petitie staat. Wij vertrouwen erop dat u het brede draagvlak en daarmee de rechtvaardigheid van onze vraag inziet. En de sleutels van het schoolgebouw ter beschikking stelt van de Ommelse gemeenschap. Ja, dames en heren, ik kan in ieder geval zeggen dat het mij wel zeker raakt dat jullie met zoveel mensen uit Ommel het noodzakelijk hebben gevonden om hier naartoe te komen. Dat jullie, om je gehoord te voelen, met z'n allen hier naartoe zijn moeten komen. Dat raakt mij, dat komt echt wel binnen. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Het raakt mij te meer daar we als bestuur, ook als directie van de school, ook als leerkrachten van de school en samen met de ouders eigenlijk maar één belang hebben en dat is goed onderwijs voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. En dan betreur ik het dat jullie daarvoor hier naartoe moesten komen. Dat je gekomen bent, dat label ik positief. Dat label ik als betrokkenheid. En ik zal ook zeker jullie geluid serieus nemen. Ik kan alleen op dit moment, en dat wil ik ook niet, iets toezeggen. Omdat ik intern en extern nog met een heleboel zaken bezig ben. En ik heb begrepen dat er in het verleden al dingen zijn beloofd waarvan de ouders in ieder geval vinden dat ze niet waargemaakt zijn. En ik ga daar niks aan toevoegen. Dus vertrouw erop dat ik jullie geluid serieus neem en dat ik ga doen al wat in mijn macht ligt om het voor iedereen goed op te lossen, gegeven de huidige situatie.